welkom bij Bolstar. Ik heb vandaag weer al nieuwe kaartjes gekregen. Ik vind het altijd super leuk om kaartjes te krijgen. Er hangen er al heel veel op, zodat je misschien wel kunt zien. Er heel veel ophangen. Maar ik ben ze allemaal vergeten te filmen. Met deze heb ik nu wel een kaartje. En ik zal eens kijken van wie dit kaartje is. Dus je ziet, het is ook echt wel opgestuurd naar mij. De heer Sil, dat vind ik altijd leuk. De postzegels kunnen we nog gebruiken. Niet voor te versturen mensen, maar voor een andere opdracht. Dit is de kaart. Zo je kunt zien. Oh, zo leuk. Ah, dat is echt tof. Ik had dus een kaart gestuurd naar de Top Pops. En ze schrijven mij, dit hebben ze nu gedaan. Zo. En dit hebben ze mij nu gestuurd. Oh, dat is echt geweldig. Een hartje. Love you allemaal. Dankjewel voor de kaart. Ik ben super blij. Dit is een kaart. Ik zal je ook eens allemaal de andere kaartjes laten zien. Ik zeg het, elk kaartje is een kaartje voor mij. Ik vind het echt wel super leuk. Dat er kaartjes toekomen. Je ziet, hier hangen er ook een paar al. Hier. Hier. Dus hier hangen ook allemaal kaartjes. Dus hier hangt ook een kaartje. Je ziet allemaal kaartjes. Dus ja, leuke kaartjes. Dus dat vind ik wel tof eigenlijk om de kaartjes zo te zien. Dus ik ben wel trots. We hebben trouwens van Stad Niklaas nog iets heel leuks gekregen. Iedereen heeft dat gekregen trouwens. Dat is voor op einde jaar af te steken. Dus dat gaan we zeker nog eens doen in de tuin. Dat niet alles er komt. Trouwens voor einde jaar. Ik ben wel alleen bij einde jaar, mensen. Maar ik heb besloten om toch voor jullie live te komen. Mensen die TikTok hebben of Instagram kunnen mij dan daar vragen stellen. Kunnen daar dus live mij zien. Rond 12 uur komt er nog een verrassing. Dat ga je ook zien in de vlog. Ik neem jullie dan wel mee. Om dat zo goed mogelijk in banen te leiden. Wat die verrassing is. Geen vuurwerk, mensen. Want dat mag niet. En ik ga ook niet afsteken als dat mag. Sowieso dat ding dat heb je gezien. Gaan we afsteken. Maar ook nog iets anders. Dat gaan jullie binnenkort wel zien. Dus als jullie benieuwd zijn. Zeker en vast. Zou ik zeggen. Volg mij op Instagram. Bolstar. Op TikTok eet ik ook gewoon Bolstar, maar dan team positiever achter. Dus ik zou zeggen, zeker alvast volgen. Ja, wat we gaan doen kan ik nog niet uitleggen. Het is nog een verrassing voor heel veel mensen. Omdat de vlog wordt tegenwoordig zo goed bekeken. Allee, dat wordt eigenlijk altijd al gedaan. Maar ik weet dat die mensen naar de vlog kijken. Dus die mensen die daar waar ik het nu over heb, ik ga geen namen noemen. Dus iedereen houdt zijn hart vast nu. Maar ja, je gaat vanzelf wel zien wat er nu gaat gebeuren eigenlijk. Dus ik vind het wel leuk eigenlijk. Ik ga straks nog de bak buiten zetten. Want die moet ook nog buiten met de groene bak. Ik ga eens kijken of er nog plaats in de groene bak voor misschien de konijnenkotjes nog eventjes te doen. En dan ben ik klaar vandaag. Zo, we zullen eens met de... Dus we gaan ons lampje wel meepakken. Dat je mij goed ziet weer al. Kijk, waar is dat naartoe? Een lampje heb ik erop gelegd. Dus hier is anders gelegd of zo. Hier. Het lampje. Zo. Voilà. Maar je moet beter zien natuurlijk. Hè. De maan schijnt. Dat is ook al iets. Voilà. Deze. Zo. Ik denk dat hij wel zo goed als vol zit. Yes. Nu zie je me toch een beetje, hè.
Ik vind altijd zo raar als je dan in het donker zo naar buiten moet. Ik vind het altijd eng. Ik heb zo wel schrik in het donker, hè. Dus voor mij is dat heel eng. Maar ja, te pakken moet de buiten en zo. Dus. En ik combineer dat eigenlijk met gewoon jullie te, allez, met mij te filmen. Dus eens kijken, hè. Zo, kappa. Wie zat er? Zo. Zo, dat hem goed. Hier staat eigenlijk. Dus hij staat er. Je kunt hem hier zien. Hier staat hem. Zo. De lucht is echt speciaal. Zie je, daar is de maan. Hier is de lucht. Dus wel tof. Want je ziet ook dus pikken donker. Je ziet me nog een beetje door de maan. Maar dat is ook alles, hè. En de chance dat ik een lichtje bij heb altijd, hè. Zo. Kijk. Ik speel met het licht. Zo. Voilà. Die staat weer op buiten, zo'n plot. Voilà. Upsakee. Voilà. Dus hopelijk vond jullie dit een leuke video. Dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En tot een volgende keer.